De medische zending is vandaag een prikactie begonnen, welke tot 15 maart duurt vanwege het uitblijven van betalingen. De actie houdt in dat er dagelijks gewerkt wordt tot 11 uur. De regering is hun afspraken betreffende het storten van de koopkrachtversterking niet nagekomen, wat voor onzekerheid zorgt onder de werknemers, zegt de voorzitter van de bond, Roy Haverkamp. Volgens de bondsvoorzitter is het de bedoeling verdere stappen te ondernemen indien er geen oplossing komt in de gewenste periode. Ondanks de medische zending aanspraak maakt op een bedrag van 800 SRD uit het vorig jaar, evenals 3500 SRD van dit jaar, is dit geld niet overgemaakt. Gezien de stijgende kosten in levensonderhoud heeft het personeel ervoor gekozen om aandacht te vragen middels deze prikactie. Want tot op dit moment, niet de directie, niemand kan ons zeggen wanneer het gaat worden uitbetaald. We horen alleen maar dat het gaat worden uitbetaald, maar wanneer kan niemand ons zeggen. En precies zoals de dingen duurder worden voor de mensen in de stad, geldt het ook voor deze mensen. En nog meer de mensen in het binnenland. Want als iets in Paramaribo 10 SRD kost, kost het daar 40 SRD. Ja? Dus die druk is op de mensen. En we doen een beroep op de overheid om toch wel zo snel mogelijk eraan te werken dat de mensen de gelden kunnen ontvangen. Ze komen niet uit met het salaris alleen. En we moesten vorig jaar cao-onderhandelingen voeren. Er is aan ons gezegd van luister, er worden er koopkrachtversterking wordt gegeven aan de mensen, waardoor het moeilijk is om nog die cao-verhoging te doen. Dus laten we even wachten wat volgend jaar gaat brengen. En nou, als dat is gezegd, dan moet je wel eraan werken dat die mensen die koopkrachtversterking krijgen. En dat hebben ze niet gekregen. Haverkamp benadrukt het belang van de organisatie voor de Surinaamse gemeenschap. Het is vooral voor deze personeelsleden belangrijk om gemotiveerd te blijven in deze moeilijke periode. Ondanks de prikactie heeft de ambulance nog steeds dispensatie voor spoedgevallen. In de stad zijn er, nou er zijn mensen die ook in de stad hier komen naar de poli, maar dat zijn niet altijd cito gevallen. Het zijn normale behandelingen die er komen. Maar daarvoor is er wel een maatregel getroffen. Maar ik begrijp, als het zo door blijft gaan, gaan de mensen daar ook zeggen van luister, weet je, zo kan het ook niet doorgaan. Maar op dit moment is dat de lijn die wij volgen om ervoor te zorgen dat de mensen daar toch wel geholpen kunnen worden. Haverkamp wil dat er zo snel mogelijk ingegrepen wordt in deze problematiek. Hij hoopt dat de prikactie de nodige druk zal leggen op de beleidsmakers en uiteindelijk leiden tot een spoedige oplossing.